Jongens, welkom bij een nieuwe video hier op de Kafloris. En vandaag spelen wij Brawl Stars. Laat die like achter. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer zeker op mijn YouTube kanaal. We gaan voor de 1500 likes. En dat moet sowieso lukken in deze video. Want wij gaan 25 megadozen openmaken. Ik heb er super veel zin in. Ik zit op het account van DC Yumi Gek, oftewel Jonathan. Ik mocht hem gewoon Jonathan noemen. Dat is wat makkelijker. En super dank Jonathan dat ik dus op jouw account 25 megadozen mag openmaken. Super ziek. Hij heeft wel al alle knokkers. Dus dit wordt wat. Wij gaan op jacht naar gadgets en naar sterrenkrachten. Oké, wij gaan dus beginnen. Wat zit trouwens in de shop? Oh, wat extra munten. Dat boeit ons niet heel veel. Wij beginnen met de megadozen op het trofeeënpad. Want daar heeft hij 10 megadozen. Want Jonathan is een aardig goede Brawl Stars speler. Hij zit op 22.000. En ik heb er super veel zin in. Wij gaan kijken. Wat we dus veel gaan zien is alleen... We beginnen gelijk met 6 gestelde items. Super nice. Hij heeft natuurlijk dus wel alle knokkers al. Maar hij heeft nog niet alle knokkers max level. Eerst de megadoos een gadget. En we kunnen natuurlijk alleen maar gadgets of sterrenkrachten krijgen. Geen nieuwe knokkers. Maar wel heel veel krachtpunten nog. Dus wij kunnen heel veel nieuwe knokkers gaan krijgen in deze video. Laat even achter wat jullie gaan denken. Of wat jullie denken. Hoeveel sterrenkrachten en hoeveel gadgets ik ga krijgen in deze video. Laat achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd of iemand dit eerlijk goed gaat raden. Onthoud wel, het zijn 25 megadozen. Maar hier, volgende megadoos. Het is een 5 resterende items. En we moeten dus heel goed onze coins in de gaten houden. Want als wij 1250 coins hebben, kunnen wij dus... Let's go, weer 6 resterende items. Kunnen wij dus... Oh, kom op. Weer een gadget. Kunnen wij dus een nieuwe knokker naar kracht 9 gooien? En dan hebben we gewoon weer meer kans om een sterrenkracht te krijgen. Let's go, volgende megadoos. 3, 2, 1, boom. 5 resterende items. Maakt niet uit. Wat kunnen we daaruit krijgen? Heel wat krachtpunten. Ik ga even kijken hoeveel... Oké, we hebben genoeg coins om een nieuwe knokker naar kracht 9 te gooien. En welke knokker gaan wij doen? Ik denk dat wij Bibi doen. Bibi wel een leuke knokker. Ik mocht het zelf kiezen van Jonathan. Dus dat is sowieso super nice. Volgende grote doos. Wat zal erin zitten? Kom op. Nee, helaas geen nieuwe knokker. Volgende megadoos. Boom. 5 resterende items. En dan tikken we lekker aan met die krachtpunten. En ik denk dat Jonathan er wel blij mee is. Want hij heeft natuurlijk al deze megadozen opgespaard. En ja, als je natuurlijk heel lang megadozen opgespaard, dan krijg je dus heel lang niet nieuwe krachtpunten. Dus hij zat heel lang op dit niveau qua zijn knokkers, qua rang. Maar hij kan nu waarschijnlijk flink gaan pushen, want er gaan echt heel veel knokkers omhoog in rang. Hij heeft wel alle krachtpunten, kom op. Hij heeft wel alle krachtpunten en alle gems en alle coins en alle reacties al verzameld bij de Brawl Pass. Dus dat is wel super chill. Rammen we gewoon gelijk door die doos heen, door 25 megadozen dus. Volgende megadoos, kom op. 7, let's go. We beginnen nu al met een 7 resterende items. Let's go. Dan ben ik heel erg benieuwd. 2 gadgets, 2 sterrenkrachten. We gaan het zien, jongens. 3, 2, 1. Oké, de eerste gadget is binnen. En een sterrenkracht, let's go. Voor Daryl. Helemaal niet verkeerd. De eerste 7 resterende items van deze video is dus al, binnen. Laatste megadoos van het trofeeënpad. Let's go. 5 resterende items. Dan gaan we daar snel doorheen. En dan gaan we even kijken hoe het zit met de coins. Kunnen we een nieuwe knokker naar kracht 7? Ja, bijvoorbeeld Nani. Kunnen we daar een gadget voor gaan krijgen? Welke knokker gaan we nu upgraden? Ik denk dat wij hem nu gooien op Rico. Rico wel een leuke knokkertje. Let's go. Kunnen we daar krachtdingen voor Rico krijgen? En ja, zoals ik net ook al zei, Jonathan zei, Floris, kies gewoon lekker zelf welke knokkers jij wil naar kracht 9. Dus dan doe ik het gewoon lekker zelf. Volgende megadoos. Boom! 5 resterende items. Dat is jammer. Wat zal erin zitten? Mortis, Ebit, Tara, Spike, Ems en een token verdubbelaar. Oké, volgende grote doos. Wat zal erin zitten? 134 munten. Heel veel munten. Maar geen nieuwe gadget op sterrenkracht. Gaan we lekker door met volgende grote doos. 49. Kansje. Maar we mogen deze kans helaas niet verzilveren. Hoeveel coins hebben we op dit moment? Nog niet genoeg om een nieuwe knokker naar kracht 9 te gooien. Volgende grote doos. Zit daar wat in? Let's go. 31. Sterrenkracht of gadget. Het is een gadget voor El Primo. Let's go El Primo. Dan gaan we door naar de volgende megadoos. 3, 2, 1. Boom. 5 resterende items. Helaas 5 resterende items. Gaan we door naar de volgende grote doos. 65. Zit helaas niks in. Knokdoos. Sowieso, we gaan iets krijgen uit de knokdoos. Ik weet niet waarom. Soms heb ik dat gevoel. En vandaag is dat gevoel daar. Met 25 megadozen. En ook heel veel knokdozen en grote dozen. Ik denk dat wij gewoon een gelukje krijgen. En we gaan sowieso een gadget of sterrenkracht krijgen uit de knokdoos. Ik voel hem aankomen, jongens. Maar na deze megadoos ga ik weer even een nieuwe knokker upgraden naar kracht 9. Kom op, 6.
Helaas weer 5, helaas weer 5. Ik denk dat het tijd is, jongens, om wat upgrades te gaan doen. Weet je wat we doen? Rosa. We klappen Rosa naar kracht 9. Ik denk dat het wel een leuke en goede keuze is. Dan gaan wij gewoon ondertussen lekker door. Dat is wel een handige manier om te kijken. Dan kan ik een beetje zien wat Jonathan veel gebruikt. En waar hij ook goed mee is. En dat is sowieso ook wel handig. Als hij bijvoorbeeld ooit een knokker rang 30 wil halen. Maar volgende megaloos, let's go! 5 resterende items, wat ze erin zitten. Ja, dat is helemaal prima. Helemaal prima, prima Jima. En ik weet natuurlijk dat ik ook knokkers van 7 naar 9 kan doen. Maar omdat hij nu een beetje coins tekort heeft, is het handig om eerst de knokkers te upgraden die hij al kracht 8 heeft. Volgende grote doos. Gaat daar wat in zitten? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb niet geteld hoeveel gadgets en hoeveel sterke... Oh, let's go! Een gadget voor Mortis. Ik heb niet geteld hoeveel gadgets en hoeveel sterrenkrachten wij al gekregen hebben. En ik zal het aan het einde van de video eventjes vertellen. En dan zal ik ook wel in de comments gaan checken. En dan zal ik wel een hartje geven aan iemand die dat dan goed geraden heeft. Niet vals spelen, jongens. Niet vals spelen. Dat is niet aardig van jullie. En het chill is ook dat Jonathan nu al 170 gems heeft. Dus hij kan de volgende Brawl Pass gewoon gaan kopen voor een Megadeus. Oei, weer 5. Dat is wel jammer dat we weer op 5 resterende items zitten. Hebben we al 12,50? We hebben al 12,50. Oké, doen we Dynamite, Jackie. Ik doe al Pam. Een of andere manier wil ik Pam doen. Ik zit te kijken naar Pam. En Pam lijkt me een hele goede knokker. Let's go. Gaan we door naar de volgende grote doos. Wat zal erin zitten? Oh, nee. Helaas. Geen nieuwe gadget of sterrenkracht. We hebben dus wel al 1 keer 7 resterende items gekregen. Dus dat is sowieso niet verkeerd. Kunnen we dat nog een keer krijgen? Dat kunnen we niet nog een keer krijgen. Helaas. Maar er zijn nog heel wat... Megadozen te gaan natuurlijk. Volgende grote doos. Oeh, oké, grote doos. Sterrenkracht voor Rico. Hé, dat is net de knokker die ik geüpgrade heb. Dat vind ik altijd super leuk om te zien. Want dan weet ik dat ik iets aan gehad heb. Dat ik die Rico geüpgrade heb net. Let's go, kunnen we weer iets krijgen? Nee, we kunnen niet weer iets krijgen. Ik wil nog wat extra gadgets of sterrenkrachten krijgen. Misschien in deze megadoos. Niet uit deze megadozen. Volgens mij hebben we echt meer gekregen uit grote dozen in deze video. Dan uit megadozen. En dat heb ik wel eens vaker gehad. We hebben wel nog heel wat te gaan, jongens. We hebben nog wel heel wat te gaan. Zitten we op 1250? Nee, wel bijna. Na die volgende megadoos zitten we, als het goed is, op 1250. Oké, we krijgen nu niet heel veel coins. Kom, gun ons veel coins. En gun ons 6. Let's go, 6 en redelijk wat coins. Dat is super nice. Krijgen we een gadget of sterrenkracht? Sterrenkracht? Ja, let's go voor Bo. Let's go voor Bo. Super, super nice. Dan gaan we even een nieuwe knokker upgraden. Jackie. Nee, we doen Ems. We doen sowieso Ems. Let's go Ems naar kracht 9. En dan hebben we nog 24 dozen in deze video te gaan. Let's go, grote doos. Kom op, gun ons wat. Nee, helaas niet. Volgende megadoos. Boom. 6 weer. Let's go, weer 6. Super nice. Wat zal het zijn? Het is helaas een gadget weer. We hebben echt volgens mij al 3 gadgets voor Mortis gekregen. Heeft Mortis 3 gadgets? Zo ja, dan hebben we volgens mij letterlijk... alle gadgets die er zijn voor Mortis gekregen. Nee, 2. Maar we hebben sowieso alle 2 gekregen. Ik zie de hele tijd gadget voor Mortis. Ik weet niet waarom, maar Mortis wil... Brossers wil graag dat ik Mortis krijg. Een of andere manier. Ik vind het allemaal prima. Volgende megadeus. Boom! 5 resterende items. Dat is niet zo'n best. Dat is niet zo best helaas. En ik denk dat we alweer op 1250 zitten, of niet? Nee, nog lang niet, joh. Nog lang niet, joh. Kunnen we de nieuwe knokker naar... Nee, alle knokkers zijn op kracht 7. Super nice. Hij heeft letterlijk gewoon alle knokkers kracht 7. Nu is het gewoon een kwestie van naar kracht 8 en naar kracht 9 gooien. Heerlijk. Waarschijnlijk dit soort spelers, zoals Jonathan, die willen natuurlijk heel graag nieuwe knokkers zien. Want ja, die hebben alle knokkers al. Maar ik heb nog niet alle knokkers, dus ik hoef niet per se een nieuwe knokker natuurlijk. Let's go. Volgende megadoos zit helaas geen nieuwe knokker in. Grote Deus. Grote Deus gunt ons helemaal nada noppes. Nada niks gewoon. Helemaal niks gewoon te grote doos ons. Dan gooien we hem nu op Jackie. We gooien nu Jackie naar kracht 9. Daar hebben we ook nog helemaal geen gadget van, zie ik nu, van Jackie. Dat is wel jammer. Gun ons even de gadget van Jackie. Uit deze megadoos. Nee, zegt Brawlsters tegen mij. Geen Jackie uit die megadoos. Volgende grote doos. Kunnen we daar wat uit krijgen? Nee, helaas ook niet. Volgende megadoos. Boom. Weer 5. Weer 5 resterende items. Brawl Stars, gun ons nou 1 keer nog die 6. Hoeveel megalozen hebben wij nog te gaan? Ik ga eventjes rustig kijken. 1, 2. We hebben letterlijk nu al 23 megalozen geopend. Omdat het zo snel weer gaat. En omdat je natuurlijk geen, of omdat wij natuurlijk geen nieuwe knokker meer kunnen krijgen. Omdat ja, Jonathan al zo'n goede speler is en letterlijk alle knokkers al heeft. Lijkt het misschien minder overweldigend. Maar we hebben letterlijk nu al 23 megalozen opengemaakt. Laatste knokdoos. Nee, de voorspelling dat ik iets krijg uit de knokdoos mocht helaas niet baten. Grote doos. Kom op, gun ons wat. Nee, ook niet. Volgende megadoos. 5 resterende items. Wel 358 coins. Dat vind ik dan wel weer nice. Maar ja,
5 resterende eindjes is niet al te best. Dat is niet al te best voor de grote doos dan. Nee, ook niet. Ook niet, ook niet. Oké, okay, grote doos. Boom. 2. Nee hoor, weer niet. Hebben we letterlijk nu door maar 1 megadoos te gaan. Kom op. Megadoos. Gun ons. Is dit een mooie afsluiter van letterlijk 25 megadozen die opengemaakt zijn in deze video? Nou ja, 24. Dit is nummer 25. Let's go. Bang. Ja, we kunnen het afsluiten. En ik hoop dat het dan met de sterrenkracht van Crow is. Dat zal wel super grappig zijn. Wij gaan het zien, jongens. Denk je de sterrenkracht? Denk je de gadget? Nu maak je guess. Doe je gok in je hoofd. Het is de gadget van Piper. Ik denk dat echt letterlijk niemand daar thuis zat achter zijn schermpje te kijken. Oké, okay, Floris, ik gok de gadget van Piper. Ik denk echt letterlijk dat niemand dat gedacht had. Maar let's go. 10 nieuwe items. Valt nog redelijk mee. We hebben het wel eens beter gedaan. We gaan even tellen. 1 nieuwe gadget. 2 nieuwe gadgets. 3 nieuwe gadgets. 4 gadgets. 5, 6 gadgets. 7 gadgets. Wat dus betekent 3 sterrenkrachten. Even kijken of dat klopt. 1 sterrenkracht, 2, 3. Dus we hebben 3 sterrenkrachten en 7 gadgets gekregen. Ik ben super benieuwd of iemand dat goed geraden heeft. En ik wil nog heel even naar de klassementen en naar clubs. En ik wil nog even laten zien dat Dutch Corps op dit moment op nummer 13 van Nederland staat. Join Dutch Corps, jongens. Super toffe club. Ik wil ook steeds meer actief gaan zijn. En ik ben de laatste tijd heel veel mensen co aan het maken. Want ik wil even wat meer mensen belonen voor hun activiteit. En dan kan ik ook nog even kijken of we Dutch Corps 2 zo snel kunnen vinden. Nee, we kunnen Dutch Corps 2... Oh, hier. Op 81ste plek. Dutch Corps 2. Is dit de officiële Dutch Corps 2? Ja, dit was de officiële. Dus join Dutch Corps 2 als je nog niet genoeg hebt voor Dutch Corps. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Ergens anders komt een andere video in beeld die jullie waarschijnlijk ook super vet vinden. Dus klik sowieso even op die video. Ik hoop nog een leuke video, jongens. Bedankt voor het kijken. Zien we in de volgende video. En tot dan.